als mensen doen wat ze leuk vinden, dan zullen ze dat ook goed kunnen. Als je iets heel graag wil, dan is de kans dat je daar heel goed in wordt, is heel erg groot. Ik ben Pieter Hemels, ik ben directeur van Hemels van der Aart. En in de dagelijkse praktijk ben ik vooral bezig met strategieontwikkeling voor klanten. De belangrijkste taak van een leidinggevende is om mensen te inspireren het beste uit zichzelf te halen. En dus leidinggevenden zijn niet bedoeld om te controleren, en leidinggevenden zijn bedoeld om te inspireren. We vinden het heel erg belangrijk dat mensen doen wat ze leuk vinden. Dus we denken heel erg na bij of we mensen in staat stellen om de dingen te doen die ze leuk vinden. En dat betekent in de praktijk dat we bijvoorbeeld letterlijk per persoon een blauwdruk maken van waar sta je nu, wat vind je leuk, wat kan je goed en wat zou je willen leren. En vervolgens geven we vorm aan dat proces. Dus we doen allerlei ontwikkeltrajecten met mensen, juist om te zorgen dat ze nog beter worden in datgene wat ze al goed kennen.